verduurde tijd. Het inroepen van het 25e amendement noemt hij niet in het belang van het land of in lijn met de grondwet. Impeachment hoaxes causing tremendous anger and division and pain, far greater than... Mensenrechtenorganisatie Human Rights met Mensenrechten. Zo vermijdt Biden volgens hem dat een volgende president de klok terugdraait, iets wat Trump de voorbije 4 jaar wel heeft kunnen doen. Biden needs to stick with that, even when it's difficult, to really cement that this is a principle that's meaningful. And so, for example, he should say we're not going to provide military support or sell arms to highly abusive governments. En dan stuk gisteren nog even afgewend te worden, maar het Hoge Rechtshof, met een meerderheid aan conservatieve rechters, gaf toch zijn goedkeuring. De Russische oppositieleider...